We staan hier in het gesloten archief van het Spellenlab, bij de letter M van Monopoly. En Monopolies liggen er hier wel, want we hebben wel 123 verschillende exemplaren. Monopoly is al voor het eerst uitgebracht in Amerika in 1935 en toen werd het uitgebracht in een klein doosje. Het spelbord dat kreeg je erbij, maar dat paste net niet in de doos. Later werden dan de grotere dozen uitgebracht. En wat ook werd gemaakt, dat zijn de juniorversies. Nu zijn de juniorversies voor kinderen, maar toen had je eigenlijk een doos met wat kleiner materiaal. Zo zijn de kaartjes maar van dit formaat en werden huisjes en hotels in karton gemaakt. Heel wat later begonnen de versies dan te evolueren en zijn er ook heel wat thematische versies gemaakt. Bij alle thema-edities is het concept gewoon hetzelfde, maar de inkleding van het bord is anders. De layout blijft alweer hetzelfde. Hier hebben we bijvoorbeeld de wereldeditie met plaatsen over de ganse wereld. Een typisch Belgische is de Suske en Wiske versie. Maar er bestaan ook spellen rond voetbal. Hier hebben we het WK van Frankrijk in 1998. Ook heel wat steden brengen borden uit. Hier heb je bijvoorbeeld de Brugge-editie van een aantal jaar geleden met een specifieke layout. Voor de liefhebbers de Star Wars-versie. Heel flashy, maar iets minder mijn ding. De Pokémon-versie. En last but not least, met een blinkende layout, de mooie Disney-editie. Naast deze verschillende versies zijn er nog heel wat andere exemplaren te vinden. Hier zie je bijvoorbeeld de versie met de euro, die heel speciaal was in de tijd, maar nu wel natuurlijk voor iedereen heel erg normaal is. Dan zijn er ook heel veel verschillende versies, waaronder ook een Monopoly Junior-versie. En daar heb je er de laatste tijd ook heel wat meer van dan vroeger. Je ziet ook monopolies in andere talen. Voor de 70ste verjaardag van Monopoly kwam er een versie uit met bankkaart. Die was heel erg populair bij de kinderen, omdat ze dan ook eens de bankkaart konden gebruiken. En voor wie thuis niet genoeg krijgt van het Monopoly spelen, die kan een van deze kleinere versies meenemen op reis. Ze hebben het ooit zelfs eens bij een Happy Meal gestoken.